Zo ziet mijn buik er dus uit. Kijk, dit is een heel verschil. Ik kan dit oppakken. Maar dit, kijk, ik krijg het dan niet gedaan. Ik ga het echt leuk vinden. Hier. Lichtschakelaar. Dimmer. Aanding. Let op, niet die gele knop indrukken. Dan komt iedereen ineens op je afgestemd. Yo, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer zondag 19 september 2021. En het is nu 4:15 in de middag. Ja. En zoals je ziet zit ik in de auto. Ro is nog eventjes boven. En ja. Wij gaan even de hot op. Ja, kijk, en daar komt Ro al aan. Net zoals je ziet, helemaal top. Dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Ja, we zijn dus helemaal weg geweest, want ik had de intro opgenomen in de auto. Maar zoals je wel kan zien aan mijn gezicht, het huilen staat me nader weer als lachen. En zomer, het is nu bijna 6, dus het is 6:20. En om 6:30 mag ik weer naar het ziekenhuis voor mijn vierde verdovingsprikje, jongens. Want anders red ik het niet. Echt, het doet me zoveel zeer. En ik zal zo meteen wel even filmen waar het precies zeer doet. Dat heb ik al eerder gedaan, maar voor de mensen die net inschakelen. Ik heb een zenuw die knel zit. En dat doet onwijs veel pijn. En 27 september heb ik mijn operatie, die staat gepland. Dus alleen ik weet nog niet hoe laat, maar dat hoor ik deze week. Maar ik ga zo eerst even mama bellen. Even mama eventjes op de hoogte stellen. En ik krijg zo meteen van Ro eventjes een ijsje. En ik hou jullie zo meteen sowieso op de hoogte als we weer richting het ziekenhuis gaan. En ook in het ziekenhuis komt het helemaal goed, jongens. Ik hou me taai, komt hopelijk helemaal goed. Zometeen hebben jullie weer een lachende Karin. Maar nu even lekker niet. Nee, het hoort erbij. En het is gewoon Agnes. En ik zal nog een keertje sowieso, want dat ben ik laatst vergeten. Even wat er even onderin zetten in de beschrijving. En ook bij de video zelf. Dus het komt helemaal goed. Zo ziet mijn buik er dus uit. Kijk, dit is een heel verschil. Ik kan dit oppakken. Maar dit, kijk, ik krijg het dan niet gedaan. Ro die heeft eventjes een kruisje gedaan, waar het op dit moment pijn doet. Waar ik dan druk. Het is ook knijterhard. Dus ja. Het is nu 6:00. Ik ga even naar de wc en dan gaan we richting het ziekenhuis rijden. Zoals je het zo goed kijkt. Heel mooi. Dag, Volker. Zit nou in dit gebouw hier, de Tweede Kamer. Dat zit nou hier, de Tweede Kamer. Klein brandje daar. Zo, mooi! Een beetje wel. Dan kan je naar de fiets overheen. Dat moet ik wel zo doen. Tweede Kamer!
Ja, we zitten dus weer in de auto, zoals altijd. Maar we gaan dus nu weer naar het ziekenhuis. Eens even kijken of ze me daar weer een prik kunnen geven. Hoop het. Dan zit ik weer even voldoende. Wat is? Martini. Ja, weet ik niet. Uit Groningen. Martinistad, Groningen. En het is een BMW garage. Ja. Ja, en dan Toyota Corolla. Ja, ja, ja. Prima, joh, wat jij wil. Dus, nee, maar. De pijn, ik weet niet hoe. Ja, ik weet wel hoe ik het moet omschrijven. Maar misschien komt het heel raar over hoe ik het omschrijf. Maar als je dus eigenlijk jezelf eigenlijk met twee nagels in je eigen vel knijpt. En dan eigenlijk een soort van scherpere pijn. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet verwoorden. Jij een beetje? Of? Knijpende pijn. Een knijpende, ja, scherpe pijn. Ja. En nee, dat gun je echt gewoon niemand. Nou, maar jullie weten het. Dus we gaan nu eerst naar het ziekenhuis. Ik ben moe, ik heb pijn. Dus ja, ik hoop dat ik ook vanavond een beetje kan slapen. Ik denk het wel. Dus ja, dat ik weer even weer normaal kan lopen. Ja, want in de Jumbo, nou zo, vraag het op maar zo meteen aan Roderick thuis. Nee. Niet? Waarom niet? Maar niet aan mij. Nou vertel. Ik weet er niks van. Dat weet je wel. Ik zie alleen dat je helemaal niet meer kan lopen, dat is het enige. Ja. Dus, voor mijn gevoel, ik zal het ook zo meteen en bij dat ziekenhuis aangeven. Vannacht had ik het gevoel dat er, zowat ongeveer gevoelsmatig, hè, dan 6 bakstenen op mijn bovenbeen lag, dat ik gewoon mijn hele been niet omhoog kon halen. Maar ik heb ook een beetje research gedaan over acnes. Die gevoel heb je als je been uitvalt en door je zenuwpijn. Nou, ik hoop niet dat dat zo is, maar ik zal dat wel vermelden. Want ik til hem wel op. Kijk, nu kan ik hem wel optillen, maar het doet zeer. Hier bij mijn buik dan. Maar ik kon hem gewoon niet meer optillen. Ik had wel het gevoel dat ik hem optilde, maar ik tilde hem gewoon niet op. Nou, daar kan je er al aan navragen. Er gebeurde gewoon niks. Dus ja, we zullen dat ook soms even melden bij het ziekenhuis. Dus even kijken wat ze gaan zeggen. En zo ziet mijn kamer er nu uit. Jee. Maar ik lig, doe hem gewoon af. Roop, doe hem lekker af. Af. Haha, fijn, dank je. Ik ben op niks aangekoppeld. Weet je, staat ook niet aan. Die staat ook nou niet aan. En die staat. Daar is ook al. Ik sta op niks aangekoppeld. Oh, kijk, Rodi gaat filmen. Jee. Wacht even vanaf de ingang. Ja, Karen. Ja, ben ik. Al 34 jaar. Even in de rolstoel, maar goed, beter wat dan niks. En weer de ingang. En voor degenen die het echt leuk vinden, hier. Hier zit een lichtschakelaar. Dimmer. Met verarming. Let op, niet die gele knop indrukken. Wat dan? Dan komt iedereen ineens op je afgestemd. Nou, is het zo? Dat is eigenlijk. Zo. Een kunstdag. Oké, als ik deze been. Kijk, mijn voet kan ik mijn voet kan ik gewoon bewegen. Maar als ik deze been. Die kan ik gewoon bewegen. Maar als ik deze been op wil tillen, dan heb ik het gevoel dat het niet eens lukt. Mm-hmm. Dus eens even kijken of als Rood optilt, dat het dan wel lukt. Dus Rood die komt zo even naar voren, bij mijn been, voet. Voordat er een arts binnenkomt. Is die handig niet? Rustig, hè? En dokter Roderick is. Ja, dokter Roderick. Ja.
Ah, dat hoeft wel zeer. Oeh. Maar zelf krijg ik het niet voor elkaar. Dan heb ik gewoon echt het gevoel dat er gewoon 6 bakstenen of zo erop ligt. Dat het is gewoon een soort van verzwaring of zo. Dus ja. Ik ben bek af, maar komt wel goed. Zometeen loop ik weer fluitend weer ergens anders. Als we een beetje op tijd zijn. Het is nu tijd. Deze tijd. We zijn hier dus al een uur. Nou, zo lig ik er nu bij. Pijn. En ik weet niet hoe laat het is. Kijk, daar hebben we. Hoi. Hoe laat is het nu? Dat is veel te laat. Ja, wat is de tijd? Bijna 8:30. Nou, dan liggen we dus nu hier. Ik ben al een uur. En het is nu al 2 uur hier in het ziekenhuis. En ik ben nog steeds niet geholpen met mijn prik. Ze weten wat ik heb. En nog wachten ze met een prik te geven. Dus ga dat wel weer meemaken. Yes, ik mocht dus niet filmen dat meneer arts de, en de verdoving in mijn ding deed. Helaas. Maar ik loop weer. En ik heb weer een glimlach op mijn gezicht. Dat is al heel wat. Dat ik weer een glimlach op mijn gezicht heb. Ja. Daar ben ik heel blij mee. Roos, even betalen. Daar ergens. En ik loop dus nu naar de auto. En dan zo meteen. Het is nu alweer 9:15, jongens. En dan ben ik hier al vanaf 6:30. Kun je nagaan. Bijna 3. Oh. Zo. Dan kan ik ook wel weer bukken. Het ziekenhuis is zo. Ga ik even in de auto zitten, jongens. Yes. Zo, fijn. Hola, sorry. Ik moet even iets fixen voor Roderick. Van zijn lampje of zo. Deze. Ja, oké. Okay. Hij is kadoek. Ja. Yeah. Nee, dat is mijn zonnebril. Ik heb hem weer gefixt voor hem, hoor. Ik wel. Zo, nou kunnen jullie mij weer beter zien. Nee, maar ik heb dus een verdovingsprik weer gehad. Hij heeft het nu even anders erin gedaan dan ik normaal krijg. Dus nou is het even afwachten. Ik ben back off. Van te huilen. Omdat ik zoveel pijn had. Maar dat is ook logisch. Dus ja, het is nu even afwachten weer. En dan is het... ik denk wel aan dat de rouw weer nog wat wil. En we moeten nog even wat kijken in de auto, maar dat komt wel goed. En dan gaat Ro lekker naar huis lopen, want hij moet morgen weer werken. Ja. Helemaal top. Helemaal goud. Hi, Messi. Zo. Ja, ja. Nee, nee. Ja, en weet je wat ik heb gekocht, jongens? En bij de Action heb ik dus... deze dingen gekocht. Salmonolie. Helemaal goed voor je hondjes. Ja. Hey, een hele goede avond. Ik ga deze vlog gezellig met jullie afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Want elke dag om 2:00 komt er een vlog online. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog weer terug. Doedels!